bij Topnames. Je deed het dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag de gast Ancilla van der Leest. Ancilla, je bent de lijsttrekker van de Piratenpartij. Ja. Ja. Dank dat je de tijd voor ons hebt willen maken, want je bent ontzettend druk. Hè? Het is een gekke huis nu. De komende weken is er op of eronder, denk ik. Hè? Voor jou, zeker. Voor jullie. Geef daar eens een idee van. Wat heb je vandaag gedaan? Vanochtend zat ik bij BNR. Zij wijden een aantal programma's, elke dag wijden zij hun ochtendshow aan een politieke partij. Dus vanochtend mocht ik daar zitten. Het was een leuk gesprek. Vandaag hebben we een nieuwe clip opgenomen om online ook te laten zien waar wij voor staan. En vanavond zit ik hier bij jullie. Dank. Laten we daar even beginnen anders misschien. Waar sta je voor? Voor burgerrechten ook in een digitale samenleving. Gek genoeg zijn andere partijen daar nog veel te weinig mee bezig, terwijl we inmiddels toch al redelijk lang mogen genieten van het internet. Er komt een hoop bij kijken en dat heeft steeds ingrijpendere gevolgen voor onze samenleving. En tegelijkertijd zie je dat het bewustzijn in de politiek nog heel erg laag is wat het allemaal teweeg gaat brengen. Ja, je hoort sporadisch wel eens een partij iets roepen over privacy als het gaat over Facebook of over cookies hebben ze het altijd graag, maar... De cookies is natuurlijk niet helemaal een succes geweest. Niet helemaal een succes. Als jij dat politieke landschap bekijkt, waar mankeert het dan vooral aan? Is het kennis van zaken of wordt er gewoon geen... Vaak kennis van zaken. Als ik de debatten bekijk, die kun je live bekijken wanneer ze gaande zijn, dan is het niveau niet best. Mm-hmm. Maar ook de interesse en ook het besef van de impact, de gevolgen van de beslissingen die zij nemen met betrekking tot internet. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld burgerrechten. Heel veel politici die nu het hebben over het internet en over wat de mogelijkheden daarmee zijn, bekijken het echt sec vanuit een soort economische kwestie. En dat is ook belangrijk en dat is ook heel erg goed. Daar moet je zeker ook over nadenken. Maar het hele besef dat het hele ingrijpende gevolgen kan hebben op echt basisprincipes van een vrije samenleving. Ja, ligt dat eens nader toe? Wat voor gevolgen zijn dat in jouw visie? Jullie visie? Op het moment dat jij iets online doet, dan wordt dat 9 van de 10 keer wordt dat opgeslagen, geïndexeerd en geprofileerd. Dat gaat vervolgens naar grote bedrijven toe, maar ook... veel overheden maken daar graag gebruik van. Niet alleen onze eigen overheid, maar ook de Amerikaanse overheid en de Chinese natuurlijk ook. En niet alleen de huidige overheid, maar die over 5 jaar ook. En die over 20 jaar ook. En die over 100 jaar ook. Terwijl we nog helemaal niet weten wie er dan aan de macht is. Dus op het moment dat je het hebt over al die data die verzameld wordt in het belang van de overheid, van burgers, dan heb je het dus over het basisgrondrecht privacy. En het besef dat dat een burgerrecht is en dat dat niet voor niets is, dat lijken we met z'n allen een beetje kwijt te zijn. En dat is wel een zorgwekkende ontwikkeling. Waarom heb jij ervoor gekozen om dit punt belangrijk te maken binnen jullie partij? Want dit is jullie onderwerp. En niet ervoor gekozen om dit onderwerp binnen te brengen in VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks, wat dan ook. Vind jij het belangrijk dat er een partij is die dit voorop stelt en niet dat er een grotere partij is die dit belangrijk maakt? De Piratenpartij bestaat nu 10 jaar en het is echt een partij die komt voort uit de Pirate Bay, uit de rechtszaken die toen de tijd in 2006 in Zweden werden gevoerd tegenover de Pirate Bay. Dat werd opgevat als een oorlog tegen de vrijheid van informatie, het recht om vrij informatie met elkaar, burgers onderling, peer-to-peer te delen. En het antwoord daarop, het politieke antwoord daarop, was de Piratenpartij. Inmiddels zitten we in meer dan 40 landen. En dat is een basis die ik heel sterk vind. Het feit dat het internet is wereldwijd natuurlijk. Mm-hmm. Daar zitten niet echt, wat dat betreft, niet echt grenzen aan. En dat is met onze partij ook zo. Onze basisprincipes staan in elk land stevig. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is op het moment dat je het hebt over iets wat zo'n internationale impact heeft als internet. Dat je ook een internationale samenwerking hebt die op een hele natuurlijke wijze tot een samenwerking komt. Vertel daar eens iets over. Hoe gaat die internationale samenwerking? Hoe gaat dat in zijn werk? Komen jullie elke 3 maanden bij elkaar? Hebben jullie dezelfde... moet je zeg maar dezelfde principes uitdragen? Hoe werkt dat? Dat verwacht ik niet van een piratenpartij, maar hoe gaat dat? Dat hebben we wel. De oprichter Rick Valkvinge die heeft de basisprincipes van de Piratenpartij in kaart gebracht.
Grappig genoeg is dat pas gebeurd nadat er in heel veel landen piratenpartijen ontstonden. En toen heeft hij in kaart gebracht van, nou ja, wat is hetgeen wat ons allemaal bindt? En nemen jullie dat over, elk land? Is dat een soort, weet je wel, de 10 standpunten, kan ze oplezen, die jullie hebben. Is dat overal hetzelfde? Of zijn jullie, is het een soort franchise? Jullie vrij in te doen wat je wil? Nu nemen we dat wel echt als richtlijn. Juist omdat die internationale cohesie voor ons heel erg belangrijk is. En die internationale steun. In oktober waren de verkiezingen in IJsland. Daar ben ik toen ook naartoe gevlogen. Ik heb daar ook de verkiezingsnacht meegemaakt. En ze hebben daar 10 zetels gewonnen. Dus dat was best wel een spectaculaire overwinning. Ja. En daar waren toen ook echt wel piraten van over de hele wereld. Canadezen was er. En Zweden natuurlijk. Duitsland, Nederland, België. Er waren piraten van over heel de wereld. Dus dat was wel echt heel cool om te zien. En dat is voor ons ook wel heel belangrijk. De komende campagnetijd voor ons komen er ook een aantal Duitse piraten hierheen om te helpen met flyeren en de boodschap verspreiden. Ja, dat is echt een internationale club. Ja, heel erg leuk. En we hebben de International Assembly, de General Assembly, die vindt meestal plaats in Berlijn. Ja, hey, als ik jullie standpunten lees, en we kunnen ze even kort opnoemen voor de mensen die het niet weten. Hè. Privacy van burgers, je hebt het al genoemd, dient gewaarborgd te worden. Vertrouwelijke gegevens veiliger opslaan en zorgvuldiger gebruiken. Burgerrechten verdedigen in de informatiesamenleving. De overheid open en inzichtelijk maken. Delen van cultuur en informatie bevorderen. Auteursrechten hervormen. Ja, ik heb flyers voor jullie meegenomen. Oké, okay. Goed, maar ja, ik vind het persoonlijk allemaal ongelooflijk belangrijke onderwerpen. En toch, je noemde net IJsland 10 zetels. Lukt het jullie op dit moment niet om in de peilingen althans een serieuze score? Je staat bij de meeste peilingen nog ergens op een halve zetel in die omgeving. Ja, in heel veel peilingen worden we niet meegenomen, worden we geschaard onder andere partijen. Dus dat is ook een hele rare manier van meten. En we zien ook, tot mijn grote verbazing, dat we in veel stemwijzers niet worden meegenomen. En ook bijvoorbeeld de NOS. Vandaag hebben ze eindelijk een nieuwsberichtje aan ons gewijd. Maar die laten ons ook liefst links liggen. Dus hoe dat is heel, dat? Heel erg apart. Hoe komt dat, denk je? Ik wil daar eigenlijk niet over speculeren. Komt ook een beetje terug bij de vraag van Erwin. Is dit een one-issue-partij waard? Want het zijn natuurlijk meerdere issues, maar in een domein, namelijk digitalisering, het gevaar daarvan, privacy, burgerrechten. Ja, maar ik zal je even laten zien wat er allemaal in onze flyer staat. Hier zie je bijvoorbeeld heel weinig over digitalisering. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat onze basisprincipes, ook bijvoorbeeld humanisme, diversiteit en een decentralisatie van macht, gaat iets verder dan digitalisering en dan het internet. Internet is natuurlijk een hele mooie tool voor decentralisatie van macht. Maar dat kun je ook toepassen op de analoge wereld eigenlijk. Dus we hebben dingen te zeggen over basisbehoeftes met het basisinkomen, omdat we robotisering aanzien komen. Ja. Zorg, ethiek bij robots. Ja. De Europese Unie, en we hebben ook een heel groot hoofdstuk over de economie en hoe we dat voor ons zien. Ja. Kom toch even democratische vernieuwing. Kom toch even terug bij mijn vraag. Dat je weet beter dan ik waarschijnlijk, omdat je in het circuit nu meedraait, dat alle politieke partijen doorlopend met focusgroepen testen wat mensen belangrijk vinden en wat niet. Ja. En wat belangrijk gevonden wordt, daar zeggen ze wat over. Wat niet belangrijk gevonden wordt, daar zeggen ze niks over. Ja. Als mensen dit een heel belangrijk thema hadden gevonden, en had al lang D66 of de Partij van de Arbeid dat meegenomen. Dat gebeurt niet. Hoe komt dat? Waarom resoneert dit thema niet heel erg onder de bevolking? Ik denk dat het het afgelopen jaar echt wel veranderd is. Met een heleboel incidenten die er hebben plaatsgevonden. Natuurlijk de Amerikaanse verkiezingen, waarbij er ook data is gelekt. Onlangs had je het dingetje met Patricia Pai. En vandaag had je dan weer kinderspeelgoed, wat ook weer gesprekken blijkt op te nemen. En wat ook weer te hacken viel. Dus er is een hoop om te doen geweest het afgelopen jaar. En dat is wel fijn om te zien dat het woord privacy, het is niet voor niets dat het boek van de correspondent, Je hebt wel iets te verbergen, is een gigantische bestseller. Dus wat dat betreft ben ik het niet helemaal met je eens dat het besef niet leeft. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar het vertaalt zich in ieder geval niet in politieke activiteit rond het thema. Nou, we zien een heleboel leden en een heleboel interesse. Afgelopen verkiezingen, toen ik
erbij was, in ieder geval voor de gemeenteraadsverkiezingen, kwamen 189 stemmen tekort. Dus het is echt op het nippertje. En dit is 3 jaar terug. Dus wat dat betreft heb ik goede hoop dat het nu gewoon is. Maar goed, weet je, ik denk, ik heb je net al verteld, de laatste keer in de Amsterdamse verkiezingen heb ik op je gestemd. Ik denk dat wij allebei dat thema heel erg belangrijk vinden. En tegelijkertijd zie ik hier nu bijvoorbeeld op Twitter van Gerard van Enk langskomen. Die zegt, ja, ik word nog steeds, Johan Schaap zegt daarvoor, superbelangrijke thema's voor iedereen. Helpt de naam als de piratenpartij dan of werkt het juist tegen? Nou, daar komen we straks even op terug. En dan zegt Gerard van Enk, ik word nog steeds regelmatig uitgelachen als ik zeg dat ik waarschijnlijk op de piratenpartij ga stemmen. Zelfs door mijn eigen familie. Hoe komt dat, denk jij? Nee, we leven natuurlijk in Nederland en daar is het doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Ja. Dat zit heel erg diep in ons, geloof ik. Want je ziet toch wel dat in andere landen dat ze daar minder moeite mee hebben. Tegelijkertijd zie ik ook wel hier, de eerste keer dat je de naam hoort is het even gek opkijken. Maar vervolgens eens dat ze bekend zijn met onze naam en onze standpunten en waar de naam vandaan komt. Het is natuurlijk een geuzennaam. Het is een naam met een knipoog en het komt uit de Pirate Bay. Ja. Dus het is een hele leukste naam. Veel mensen kennen dat natuurlijk helemaal niet en weten dat ook helemaal niet. Ja, maar eens dat je ze dat uitlegt, dan klinkt de naam opeens een stuk minder gek. Ja. Dus het is ook een kwestie van... frustratie is dus belangrijk. Een van je frustraties zal zijn, jij zegt ik krijg onvoldoende, wij krijgen onvoldoende ruimte om het uit te leggen. Media, bijvoorbeeld toevallig, de NOS hadden vandaag kennelijk een stukje, is dat je, en ik zie je ook regelmatig zeggen van, weet je, er zijn er mensen die zeggen, er komen te weinig vrouwen aan bod. En dan zie ik jou zeggen, ja hallo, weet je wel, hier ben ik. Tenminste wat ik zie gebeuren is, dat je hebt natuurlijk Wilders, en dan heb je andere partijen, daar gaat de strijd eigenlijk tussen. Hè? Wordt het Wilders of wordt het iets anders? En dus het gaat nu heel de aandacht gaat heel naar de grote partijen. Zeker. Is het voor jou nu nog moeilijker geworden? Tot mijn grote verbazing, ik had echt een prachtig, mooi, groot interview in Vrij Nederland. Ja. Dat had een hele dag in beslag genomen, duizenden woorden, prachtig artikel geworden, heel informatief over wie wij zijn, waar we voor staan. Ja. Toen hebben ze de kop eraan gegeven, was iets met PVV. Vervolgens heb ik ze gevraagd dat te veranderen. Toen veranderden ze het in een titel met GroenLinks. En toen veranderden ze het in een titel met weer een andere politieke partij. Dus toen dacht ik, oké, nu is het wel gek aan het worden. Dat een artikel wat duizenden woorden aan de Piratenpartij wijdt, nog steeds als titel een andere politieke partij krijgt. Dat is wel iets geks. Tegelijkertijd denk ik, wij groeien gestaag. En we hebben ook wel echt een hele redelijk specifieke doelgroep van mensen die voorop lopen en die met de toekomst bezig zijn en echt zich goed beseffen wat voor impact en wat voor landverschuiving we op dit moment... Zou jij ook tevreden zijn als zeg maar, het gedachtegoed waar jullie voor staan, als dat door andere partijen wordt overgenomen? Zeker. Ben je dan ook tevreden of moet je eigen partij groot worden? Als ik er vertrouwen in had dat het zo simpel was dat andere partijen onze punten overnemen en dat daarmee case closed is en dat digitale burgerrechten goed worden beschermd door de Tweede Kamer, dan zou ik zeggen, run with it. Ja. Dat zijn we ook wel van mening. Als andere partijen onze punten overnemen, dan juichen we dat van harte toe. Maar goed, wat ik net al zei, ik ben niet van mening dat ze dat op dit moment... Het blijft een beetje een ondergeschoven kindje. En het onderwerp begint te urgent te worden en te impactrijk op de samenleving om dit nog een soort van sideshow te laten zijn. Daarvoor is het gewoon te ingrijpend wat er nu gaande is. Je ziet nu bij de Partij voor de Dieren, begint een beetje last te krijgen van zijn naam. Hè? Want ik zag Marianne Thieme gisteravond bij een Nieuwsuur die omstandig aan het uitleggen was dat ze niet meer van de dieren waren, maar van de... Ja, en ze zei, niemand neemt het ook D66 kwalijk dat ze nog D66 heet. Het zei zo. Maar op de langere termijn, is het haalbaar in zo'n politiek stelsel om eigenlijk zo te focussen op bijvoorbeeld die digitale burgerrechten? Of moeten jullie, je bent eigenlijk een beetje aan het zeggen, want hier staan eigenlijk veel bredere dingen in. Zeker. Is dat de enige manier? Of kan je als partij er ook nog steeds zijn in de toekomst waar je zegt, weet je, wij staan hier gewoon voor. Dit is ons onderwerp en dit is wat we belangrijk vinden en hier, dit is waar we voor gaan. Dit was een hele brede vraag. Nou, op zich niet. de Partij van de Dieren koos... Weet je daar maar weer eens uit. Nou, dat valt er mee, toch? Een one-issue partij, heeft die toekomst? Ik zie ons dus niet als one-issue partij. Maar dat was je wel, toch? Eigenlijk een beetje.
Jullie zijn nu al opschuiven dus. Omdat ooit het internet was iets dat was ergens en daar kon je gebruik van maken of niet en dat was heel vrijblijvend. Inmiddels zie je dat wij bijna eerder in het internet zitten dan dat het internet overal om ons heen is. Zeker met de Internet of Things en artificial intelligence wat eraan zit te komen, robotisering. Dus het internet is niet iets meer wat vrijblijvend is of wat optioneel is. Je ontkomt er niet meer aan. En naarmate het steeds meer om ons heen is, wordt het ook steeds minder een one-issue partij. Ja. Ooit was het internet, was daar ergens, dat was een issue. Nu is het altijd overal en het wordt overal in geïmplementeerd. Dus je hebt het over transport, je hebt het over logistiek, je hebt het over zorg, je hebt het over onderwijs, je hebt het over economie, je hebt het over de war on cash, je hebt het over zo ontzettend veel onderwerpen waarop de digitalisering impact heeft, dat ik niet in alle oprechtheid kan zeggen dat dat nou een one-issue is. Nee. Hey, ik ben ook al geïnteresseerd in jouw persoonlijke overweging om dit krankzinnige avontuur. Want dat is het, denk ik, hè, als ik jou ook voor de uitzending hoorde, wat je allemaal de afgelopen periode aan het doen bent. Ja, campagnetijd is flink bikkelen. Dus, is heftig, hè? Maar ik sta er niet alleen voor, gelukkig. Nee, maar wat was jouw persoonlijke overweging om dit te gaan proberen? Want wij kennen jou natuurlijk van Bits of Freedom en allerlei dingen die je op het gebied van internet en innovatie hebt gedaan. Van workshops voor Tweede Kamerleden tot opiniestukken in grote kranten, in het FD, noem maar op. Wat was het moment dat jij dacht, ik ga de politiek in? Ik werd gevraagd. Maar goed, waarom zei je dacht ja? Toen dacht ik gelijk, overal waar ik voor gevraagd word. Nee. Maar ik werd gevraagd door 4 verschillende politieke partijen rond hetzelfde moment. En voor mij was het ook wel redelijk duidelijk van, dit is zo'n... Welke waren het dan? Ja, moet ik dat zeggen? Eén daarvan is wel geinig om te noemen. Dat is de Internet Party in Nieuw-Zeeland. Van Kim.com. En hij was dat net aan het opzetten in die tijd. En hij vroeg of ik daar deel aan wou nemen. Nieuw-Zeeland was mijn droomland, dus dat was erg verleidelijk. Ja. Desalniettemin ben ik voor de gemeenteraadsverkiezing voor de Piratenpartij gegaan. Ja. Omdat ik het programma las en omdat het zo aansluit bij mijn belevingswereld en bij hoe ik zie waar we heen gaan en waar we heen moeten. En de prioriteit was voor mij heel helder. En vroeger was het heel vanzelfsprekend. Humanisme, diversiteit, respect voor elkaar en mensenrechten en zo. En dat, je ziet dat dat steeds minder wordt eigenlijk. Dus wat dat betreft, het was voor mij wel duidelijk dat dit een heel politiek onderwerp is. Wat je net ook al zei, ik heb voor Bits of Freedom ook cursussen gegeven in de Tweede Kamer, hoe het internet werkt. Dan zie je wie daarop afkomt. En dan ben ik heel blij dat er een paar mensen zijn. Maar ik ben ook heel teleurgesteld dat er niet meer Kamerleden zijn die beseffen hoe belangrijk dit is. En op het moment dat de Snowden leaks naar buiten kwamen, was voor mij echt het moment dat ik dacht van oké, dit is zo'n urgent onderwerp, als ik dit niet aanpak. Dat was voor jou de waterschijn, dat je dacht, nu moet ik wat gaan doen? Ja, toen was het voor mij het vrijblijvende eraf. Ja. Ja. Johan Schaap vraagt hier, we hadden vorige week Maurice de Hond hier te gast. En Johan Schaap zegt, die vindt deze punten vast ook heel belangrijk, maar hij stemt niet, omdat hij zegt het systeem klopt niet. Past de Piratenpartij binnen dit stelsel of is het logischer op een andere manier de punten te realiseren? Waarom heb jij voor gekozen om binnen het systeem te willen opereren? Er zijn wel degelijk een heleboel dingen die we drastisch willen omgooien. Het zorgstelsel en we steunen bijvoorbeeld ook Stichting Ons Geld. Dus ook economisch vinden we dat er echt wel een drastische omslag plaats moet vinden. Maar dat is wel iets... wat je als kleine partij natuurlijk niet in je eentje kan doen. Dat is iets, op een gegeven moment is het buigen of barsten. En zo zien wij dat ook een beetje in de politiek. Ik denk een van de redenen waarom de Piratenpartij heel succesvol was in Nieuw-Zeeland is omdat het daar wel degelijk gebroken is. Met de bankaire crisis in 2008 hebben zo ontzettend veel mensen heel veel geld verloren en hun economie draait daar op 2 dingen. De bankaire sector en vis. Opeens was die bankaire sector was weg en bankiers zaten in de bak.
Dus dat was wel even een hele drastische wake-up call. Die onderliggende problemen zijn in Nederland en de rest van Europa nog steeds niet opgelost. Dus ik verwacht wel dat dat op een gegeven moment echt nog wel een issue gaat worden. En het is belangrijk dat er dan een politieke partij zit die daarop voorbereid is, die daar realistisch mee omgaat en die het in zekere zin ook al zag aankomen. We zijn niet in de veronderstelling dat wij het nou echt gaan kunnen voorkomen, al gaan we wel ons best doen. Maar we hopen dat het dus niet hoeft te breken. En als het wel breekt, dan heb je mensen in de Tweede Kamer nodig die daar op een pragmatische manier om mee kunnen gaan. In plaats van, dat ze totaal in shock zijn van, oh, wat gebeurt er nou? Denk jij dat je, stel dat jullie, waar hoop je zelf op? Met hoeveel zetels ben je tevreden? Ik wil graag met deze drie. Twee fijne heren in de Tweede Kamer zitten. De drie zetels ben je tevreden van de 150. Ja. Je kijkt ook naar hoe dat nu gaat. Wanneer denk je dat je ook impact maakt in zo'n Tweede Kamer? Ik denk op het moment dat je een zetel daar hebt. Als je daar één zetel hebt, dat je al impact hebt. Anders zouden die zetels er überhaupt niet zijn natuurlijk. Oh, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar als we gewoon een systeem hebben waar er een paar partijen zijn die samen de meerderheid vormen en het kabinet vormen. Hebben al die andere mensen dan nog... Nou, wij zien ons zeker als een sterke oppositiepartij. En we zien ook wel dat Partij van de Dieren inderdaad is wat dat betreft een goede vergelijking. Zij zijn ook met een gekke naam heel klein begonnen. Ja. Hebben toch die zetels gescoord. En hebben toen wel het onderwerp op de kaart kunnen zetten op een manier dat andere partijen er niet meer omheen konden. Toen der tijd was dierenrechten werd een beetje lacherig over gedaan. Moeten we ons daarmee bezighouden? We hebben wel belangrijkere dingen te doen. En nu zie je dat eigenlijk elk politiek programma heeft wel iets over dieren erin gezet. Nou, dat is 10 jaar keihard bikkelen in de Tweede Kamer. Maar het is wel gebeurd. Ja. En dat zie ik ook wel gebeuren met de Piratenpartij, waarbij wij een issue op de kaart kunnen zetten, de juiste vragen kunnen stellen in de Tweede Kamer, op een manier dat andere Tweede Kamerleden daar niet omheen kunnen. Ja, ik las ook ergens dat een van de standpunten die dat je ook heel erg tegen het afschaffen van contant geld bent. Zeker. Waarom is dat eigenlijk? Omdat je jezelf heel erg kwetsbaar maakt op het moment dat je compleet afhankelijk bent van banken. En op het moment dat alles elektronisch is en je hebt alleen nog maar de mogelijkheid om elektronisch te betalen, dan maak je jezelf heel erg kwetsbaar, omdat je in principe elke keer als jij een betaling uitvoert. Dus ik doe een transactie met jou, ik wil jou geld geven. Dan eigenlijk wat ik elke keer doe. Het spoor is compleet, ja. Wat ik eigenlijk elke keer doe, is mijn bank vragen. Hoi, mag ik Erwin geld geven? Dus in die zin maak je jezelf heel erg kwetsbaar voor een hele machtige partij. Zeker als er echt geen andere opties zijn. En dat is ook waarom wij heel enthousiast zijn over bijvoorbeeld Bitcoin en andere cryptocurrencies. Ja, wat ik intrigerend vind, ik ben het in heel veel dingen heel erg met je en met jullie eens op dit soort standpunten. Maar ik snap eigenlijk ook wel, als ik gewoon om me heen kijk, en is één hoor, het is geen wetenschappelijk onderzoek, dat het voor jullie best lastig is om aanhang te krijgen. Want ik erger me namelijk mateloos in mijn eigen omgeving eraan dat juist de voorlopers in de internetwereld, privacy echt privacy, dat bestaat toch niet meer. Zich er ook totaal niet druk over maken. En er zit trouwens ook één naast me. Hé, gast, ik heb wel op haar gestemd, hè, de vorige keer. Ja? Waar was jij toen het nodig was? Ja, maar het valt me echt op. Het leeft totaal niet. Ik denk dat wij rond dezelfde tijd een beetje in dezelfde tech-scene rondhingen. En dat is ook iets wat mij heel erg in die tijd opviel. Dat vooral de voordelen werden gezien en de kansen. En we keken toch heel erg op naar Silicon Valley en naar die prachtige kansen die daar voor ons ook lagen. En liefst zou iedereen de tweede Steve Jobs zijn. Inmiddels zie ik wel dat sentiment 180 graden is gedraaid. Ja, maar er is toch niemand die nadenkt meer, denk ik, hoe ze Facebook gebruiken? Dat zie ik heel anders. Zeker, misschien is het een generatie dingetje, ik weet het niet. Ik geloof wel dat mensen wat minder privéfoto's erop zetten. Maar de meerderheid van de mensen heeft echt geen idee wat voor informatie er allemaal van ze opgeslagen wordt. Nee, ik zie dat echt heel erg veranderen. Zeker. Ja? Waar baseer je dat dan op?
Nou, omdat mensen waarmee ik vroeger ook dit soort gesprekken voerde en die daar ook een beetje lacherig over deden, 180 graden gedraaid zijn. Sommigen zijn van Facebook af, anderen die gaan er gewoon op een andere manier mee om. Anderen krijgen kinderen en die denken van, oh, het gaat niet meer alleen over mij en wat ik doe met mijn leven, maar ook als ik een foto post van mijn kind, dan heeft het ook invloed op dat kind. En naarmate er natuurlijk meer schandalen naar buiten komen over datamisbruik, is het ook makkelijker voor mensen om te beseffen wat ze allemaal weggeven en dat het soms ook tegen je wordt gebruikt. Zo simpel is het. Ja, dus mijn inschatting dat dat nog steeds niet breed leeft, die deel jij niet? Ik zou zeggen, als jullie dit live wordt, kijken, laat even wat weten. Door de peilingen, maar. Nee, ja, wat ik zei, ik denk dat een aantal journalisten daar echt een hele grote bijdrage aan hebben geleefd. Maurits Martijn van de Correspondent. En Dimitri Tokmetsis, ja, Wouter van Noord van NRC, Huub Modderkolk van de Volkskrant hebben daar echt hele mooie stukken over geschreven. Heel consistent, jarenlang. Ja, maar dan blijft de vraag waarom zich dat dan niet vertaalt in gewoon 5 zetels in de peilingen? Nou ja, je moet het zo bedenken. De laatste verkiezingen waren 4 jaar geleden. En toen was die tijd er nog niet naar. En nu inmiddels heb je het afgelopen jaar gezien. Trump heeft gewonnen in Amerika. Nou, dat werd compleet onmogelijk geacht. De Brexit is voorgevallen. Nou, daar werd het ook van gezegd. Van, oh, maak je daar maar geen zorgen over. Ook in Nederland was natuurlijk het Oekraïne-referendum. Heel veel mensen zijn niet eens gaan stemmen, omdat het idee dat dat afgeschoten zou worden met dat referendum, dat die kans heel erg klein werd ingeschat. En ik praat veel met mensen die verstand hebben van peilingen en steeds meer mensen nemen die ook niet zo heel serieus meer. Ja. Ik sprak met iemand van een hele grote krant die zei van ja, we zien die peilingen wel voorbij komen, maar we nemen het ook met een korreltje zout. Want na alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd, zie je dat het toch een behoorlijk natte vingerwerk is niet eens accuraat wat dat betreft. Ja. Het is, Dus het blijft wat dat betreft spannend tot de verkiezingsavond. Of het gaat lukken? Nou, aan die ene zetel twijfel ik niet. Maar zoals ik zeg, ik zou het wel fijn vinden als ik er niet in mijn eentje zit. Drie was een eenzaam verhaal. Ja. Ja. Slotvraag nog eventjes. Jeroen Verkroost vraagt, wat is de stichting Ons Geld en waarom steunt de Piratenpartij dit? En wat zegt dat over jullie economisch beleid? Eerst, wat is de stichting Ons Geld? Dat komt voort uit het toneelstuk De Verleiders. En De Verleiders was een heel succesvol toneelstuk van George von Hout. Ze heeft het geschreven. Ja. Was vele malen uitverkocht en is vele malen Pierre verlengd. Pierre Bokma, Tom de Ket. Ja. Al de bekende steracteurs. Ja. Zij hebben ook vele malen hun verhaal gedaan bij De Wereld Draait Door. Zou ik vooral een keertje terugkijken. Ja. Was heel erg interessant. We hebben een petitie gedaan. Hadden 50.000 stemmen nodig om het in de Tweede Kamer te agenderen. Ja, ja. En hun hele punt is geldcreatie ligt nu bij de banken. En dat zou veel soevereiner moeten zijn. Het gaat ook een beetje over die machtscentralisatie die nu bijna geheel bij die banken ligt. Wat echt een zorgwekkende ontwikkeling is als je ziet dat het eigenlijk als een soort casino wordt gerund. Ze hebben heel veel perverse prikkels in dat systeem zitten, waardoor bankiers heel erg geneigd zijn om hele grote risico's te nemen. Zeker op het moment dat zij wel de bonussen krijgen, maar op het moment dat zo'n bank omvalt omdat ze onverantwoorde risico's hebben genomen, dat je dan opeens ziet dat de maatschappij ervoor moet opdraaien. Ja. Dus als jij van eigenlijk geld houdt, sluit het aan op jouw verhaal waar je zegt van we zijn in het algemeen zeg maar voor meer decentralisatie, minder centralisatie. En daar sluit dit onderwerp op aan. Ja, autonome, vrije burgers die geen last hebben van machtsmisbruik van megalomane bedrijven en overheden. Ja. En dat uit zich in allerlei beleidsvoorstellen. Maar bijvoorbeeld Ons Geld en Nationaal Zorgfonds en noem het maar op. Ja, ja. Okay, super. Dankjewel. Veel succes. Hey, we gaan het volgen en vooral verkiezingsavond met je mee hopen dat het minimaal een zetel is. Dank je. Ja, ik zou zeggen, kijken op piratenpartij.nl. Ja. Oké, dankjewel voor je komst. Heel grote dank. Jullie bedankt voor het kijken. En we danken Streamzilla, die ervoor zorgt dat de livestream er iedere week is. 2ML, die de website van Fast Moving Targets host. Bier & Co, die ervoor zorgt dat ik weer een Penty kan drinken.
En wie nog meer? Natuurlijk Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Volgende week dinsdag zijn Stekel en ik in ieder geval weer. Ja, wel. Hè? Daarna gaan we naar Zuid-West. Ja, dan zijn we er ook weer. Zijn we er ook weer, op een andere manier. Dankjewel. Ja, dag. Blijf eens goed nadenken. Tot zorg dat we ons bestemmen.